Welkom. We hebben het vandaag over de Garmin Lifetime Updater. Dit is een nieuw programma van Garmin. Dat kunnen we vinden op deze internetlink. En als we daar naartoe gaan, dan hebben we de mogelijkheid om dat programma te downloaden en te installeren. Nadat het geïnstalleerd is, krijgen we hierboven een icoontje. Er wordt gevraagd of ons toestel gekoppeld moet worden. En we kunnen op dat moment kijken wat nu de kaartstatus is. Als er een nieuwe kaart beschikbaar is van City Navigator Europa en we hebben een New Life abonnement, dan zal dit programma eerst de kaarten downloaden en ons uiteindelijk daarna een waarschuwing geven. Wat nu wel belangrijk is, is als we deze kaart ook bijvoorbeeld binnen Basecamp willen gebruiken op de Apple, dan zullen we heel duidelijk moeten opgeven dat we installeren op beide doen. Als we dat niet doen, dan is dit standaard en dan wordt de kaart alleen op uw GPS gezet en niet op de computer. Er kunnen meerdere toestellen geregistreerd staan en u kunt zelf bepalen wanneer er gedownload mag worden. Er wordt dus niet alleen gekeken wat er beschikbaar is, of er iets beschikbaar is, maar ook de hele kaart wordt gedownload. Er moet dus wel voldoende ruimte zijn op uw harde schijf, minimaal 4-5 gigabyte, om in ieder geval die download te kunnen starten. Voor de uiteindelijke installatie en download is er ongeveer 15 tot 20 gigabyte vrije ruimte nodig, anders loopt het programma op een gegeven moment vast. Deze staat nu bij mij uit, die kan ik aanzetten. En dan wordt er iedere keer gekeken, zodra de machine aanstaat, is er een update. En dan blijft dus ook dit Garmin-icoontje bovenin zichtbaar. Tot zover.